Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik hier vandaag. Ik bescherm even mijn adres met een large shoplog. Het wordt eigenlijk meer een unboxing shoplog, wat ik eigenlijk denk ik de afgelopen jaren niet meer heb gedaan. Namelijk, ik heb dit pakket echt net binnengekregen en ik wil heel erg graag kijken wat erin zit. Plus er zit een cadeautje in, dus ik dacht laat ik deze video gelijk filmen en aan jullie laten zien wat ik heb gekocht. Volgens mij heb ik nog nooit een large.nl shoplog gedaan. Dit is niet gesponsord, het is gewoon met mijn eigen geld gekocht. Alleen ik ben al jaren fan van deze website en ik heb ook zo'n lidmaatschap bij hun. Dat heb je voor een jaar. Dat kost volgens mij 10 of 20 euro. En heb je altijd gratis verzending. Dus dat is super chill. Het is een meer alternatieve kleding site. Ook accessoires en dergelijke. Maar daarnaast hebben ze ook bijvoorbeeld Harry Potter en Disney spullen. En alle goede dingen. Met dat gezegd hebben, voordat ik de doos ga openmaken en we samen gaan kijken wat ik allemaal heb besteld. Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Het is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En laten we nou deze doos samen openmaken. Ik heb bijna alleen maar kleding gekocht. Eén item niet. En ik moet zeggen, alles wat ik voor mezelf heb gekocht qua kleding is horror gerelateerd. Zoals veel van jullie weten ben ik een ontzettend grote horror fan. Ik heb niet normaal veel horrors gezien. Ik zou niet zeggen alle, want er zijn superveel films. Maar ik kijk sowieso elke week. Probeer ik in elk geval 2 à 3 nieuwe horrors te kijken. Dus daaraan kun je een beetje wel stellen dat ik aardig wat horrorfilms heb gezien. Voor mij persoonlijk is het mijn favoriete filmgenre. En er waren een paar shirts die ik al een hele tijd wilde. En ik had nu zoiets van, ik neem ze gewoon. Want ik had de hele tijd al zo'n bui dat ik heel erg graag oversized shirts wilde hebben die ik super super tof vond. En dan met knee-high socks en laarzen. Ik denk dat dat zo cool eruit gaat zien. Dus voor die look ben ik gegaan en daar heb ik aardig wat voor besteld. Ik zal trouwens hier alles onder linken mocht je ergens geïnteresseerd in zijn. En een hele goede tip, schrijf je in voor de nieuwsbrief. Want dan krijg je 10% korting op je bestelling. Dat zou ik zeker doen voordat je bestelt. En daarna kan je die nieuwsbrief gewoon weer opzeggen. Dus dat is toch weer 10% korting. Dat is altijd leuk. Ik heb hier zo ook de prijslijst. Dus dat is super fijn. Ik heb dus wel die 10% korting gebruikt. En die hebben ze al verrekend zo te zien. Dus het is iets duurder. Laten we beginnen met een shirt. Ik word hier al super super excited van. Volgens mij trouwens heb ik alleen maar zowat shirts besteld qua kleding. Dus je krijgt aardig wat shirts. Het is een super zacht shirt. Dat had ik niet verwacht. Dit kunnen we laten werken. Want ik ben klein. Dus hier ben ik blij mee. Het is dus een XXL heren. En we hebben hier zo van Friday the 13th. Een klassieker naar mijn mening. Mensen die uit die tijd geboren zijn zullen zeggen van niet. Voor zover mijn horrorkennis op dit moment is. Was het volgens mij wel in de jaren 80 een van de grootste hits qua films. Er staat hier ook op 17 plus voor een shirt. Dat vind ik echt heel komisch. Maar er staat op I wish it was Friday. En ik moest daar gewoon om lachen, oké? Okay? En ze noemen deze stijl een chibi versie van Jason. En het is echt een hele grappige opdruk. Ik dacht eerst dat het een beetje fuzzy was, maar het is echt wel opdruk. Maar het shirt zelf is echt ontiegelijk zacht. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. We hebben hier Friday the 13th Chibi Jason shirt. En deze was volgens mij met de korting €16,19. Dus dat vind ik echt een goede prijs. En hij voelt echt super lekker zacht. En voor officiële horror merch is dat echt geen slechte prijs. Dus ja, ik zit al helemaal voor me jongens. Met deze choker. Eigenlijk mijn sieraden die ik nu om heb zouden hier perfect bij zijn. En dan hoge over de knie sokken. Helemaal. Ik zie het helemaal voor me. Oh ja, als je boven een bepaald bedrag bestelt, kreeg je gratis of een shirt of een vlag. Dus dat was een beetje random. Alleen je had dus echt niet echt een optie, want ik vond ze beide niks, als ik eerlijk ben. Maar ik ben gegaan voor het shirt, want ik dacht, ik verf altijd mijn haar en ik slaap heel vaak in een oversized shirt. Dus ook deze heb ik in een XXL genomen. En dit was namelijk volgens mij van de superhelden films series. Want volgens mij hebben we hier zo ook de Hulk en Thor. Dat weet ik wel, met de hamer. Hey. Ik hou zelf niet zo van de superhelden films. Prima als je ervan houdt, maar daarom was ik ook niet zo excited over dat je deze erbij kreeg. Wel dus met het large logo erop en zo. Maar ik dacht, dit is perfect als oversized slaapshirt. Of om haar misschien te verven in de toekomst. En wederom, echt super zacht. Het materiaal van hun shirt is echt heerlijk. Ik weet eigenlijk niet
waar het van is gemaakt. Oh, er staat ook Gildan Soft Style. Ja, dat voel je ook echt. Oh, het is 100% katoen deze. En die Chibi Jason is 100% katoen. Ik ben er altijd fan van. Ik heb dat veel liever dan polyester, want dan zweet je er veel minder in. Oeh, hier ben ik zo excited over. Dit is echt het shirt waar... Sorry, ik ben echt te excited in deze video, maar ik wilde al heel erg lang gewoon horror merch. En ik ben er nou voor gegaan. Maar deze was ik zo excited over. Ik vond deze ook... Dit is wederom Friday the 13th. Dat is volgens mij een van mijn favoriete horrorfilms. In elk geval uit dat jaartal. In zeg maar... De 80's. Hier zo hebben we nog een keer een XXL. Maar deze vond ik zo grappig. Er staat namelijk The Many Moods of Jason. Er staat hier dus iedere keer zijn masker. Gewoon hetzelfde afgebeeld die hij op heeft in de films wanneer hij iedereen vermoordt. En er staat onder excited, bored, tired. Dus ja, je hebt al die emoties zeg maar je houdt gewoon het masker. Ik moest er gewoon om lachen, oké? Ik vond hem gewoon super droog. En ik vond hem gewoon leuk. Ik dacht, oké, dit is iets anders. Het is grappig. Wederom, officiële merch. Deze is ook 100% katoen. Ik weet niet of ik hiermee weg kan komen dat ik dit op stage draag. Meestal moeten we best wel netjes. Dit is niet netjes. Maar oh mijn god, ik heb zin om deze te gaan dragen. Dan, de hele tijd waar ik het al over heb, die hoge sokken. Ik zal ze even uithalen. Hier zo heb ik namelijk Urban Classics Overknee Socks. En je kon hier een maat in kiezen. Wat ik geweldig vond. Dus niet alleen een voetmaat, maar ook gewoon je beenmaat. Want sommige sokken, ja, die zitten gewoon echt te strak. Ik heb dikke pootjes. Maar deze kon je dus echt gewoon een maat kiezen. Dus dat is echt super chill. Je hebt deze zwart met twee grijze strepen aan de bovenkant. Super cute. En we hebben gewoon in dit pak twee basic... sokken, dus één setje. Dus deze zijn voor die hele, het hele idee wat ik heb qua outfit. Ze voelen ook gewoon goede kwaliteit. Dat is wel bij de large. Echt alle kleding die ik van hen heb waren echt zeg maar goed qua kwaliteit. Dus dat vind ik echt heel erg fijn. Want ik koop ook regelmatig meer mijn grungy-achtige stijl kleding bij Attitude Holland. En daar zo vind ik af en toe dat je 40 euro voor een shirt betaalt en dat de kwaliteit niet daar is. En bij de large tot nu toe heb ik altijd echt super goede kwaliteit. Ik ben moe, jongens. Ik film dit echt uit een hele lange dag stage. Maar ja, goede kwaliteit in elk geval. Heel erg blij mee. Oeh, deze was ik ook... Oh, jongens, ik ben zo blij in deze video. Hier was ik zo excited over. Dit is namelijk wederom horror merch. Maar van een van mijn favoriete horror series. Namelijk, je raadt het waarschijnlijk wel, American Horror Story. En ze hadden daar dus deze jurk van. Hoe gorgeous. Ik word hier gewoon zo ontzettend blij van. We hebben hier zo een pentagram met American Horror Story erin en hun lettertype. En hij heeft wit mouwtjes. En voor de rest is hij zwart. Hij lijkt volgens mij wel goed qua maat. Ik hoop dat ik goed heb gegokt. Want deze wilde ik natuurlijk niet oversized. Maar het is dus deze jurk. Zwart, loopt uit in een skatermodel. Dus strak bij de waist. Loopt daarna uit. Dat past altijd best bij mijn figuur. Dus ja, ik ben heel erg excited. Ik hoop zo erg dat deze goed zit. Want ik wilde al echt een hele tijd American Horror Story merch. En ik wil ook graag iets met die clown. Maar deze vond ik nog best wel stijlvol, zeg maar, qua merch. En hij was nu ook nog eens in de korting. Dus ik zal hem hier ook. Ik heb helemaal geen prijzen meer genoemd. De Friday the 13th mood shirt met die maskers. Die was €12,59. Die was ook in de sale. En dat is echt mijn favoriete shirt die ik heb gevonden. Dus die zal ik ook zeker hieronder linken. Hou je ook van die film. American Horror Story pentagram. Jurk zwart-wit. En deze was €26,09. Dus deze is wel wat duurder. Maar je hebt dan ook een jurk. Zeg maar, dat is een volledig outfit. Ook al draag ik die andere shirts ook als een outfit. Dan... Oh jongens. Het is zo'n feestje voor mij. Jullie weten niet hoe blij ik word van horrorfilms. Echt waar. Deze was ook zo slecht, jongens. Maar ik moest er gewoon oprecht om lachen. En ik dacht, piep it. Ik dacht, ik neem hem gewoon. Als er één iemand om moet lachen als ik hem aan heb, dan ben ik al blij. Hier zo hebben we namelijk Michael Myers. En er staat op Serial Killer. Serial Killer. Ik weet het. Ik moest er gewoon oprecht om lachen, oké? Ik vond hem gewoon leuk. Serial Killer. En hij eet cereal. Omdat het kan. Obviously, officiële Halloween merch weer. Dan hebben we volgens mij alleen maar officiële merch. Twee keer XL heb ik deze ook genomen. En dit is ook 100% katoen.
Dus dit is helemaal toppie. Dan nog een shirt waar ik heel erg excited over ben. Dit is een andere film ook. En dit is in die stijl die ik zo leuk vind. Zeg maar die... Ik heb al van AliExpress meer die ironische shirts gekocht. Ook horror geïnspireerd sommige. Het is namelijk van It. Dit is die kinderboek illustratie idee, alleen dan horrorfilm. Ik vind dat echt geweldig. En er staat You Float Too van It. En we hebben dus ook de illustratie van Pennywise in de goot. En het kenmerkende gele regenjasje. Hoe tof is die? Ik vond hem gewoon super tof. Dus dat is deze. Pennywise was... It You Float Too t-shirt was €16,19. Rare prijs weer, maar is die 10% korting die eraf gaat. Dan het laatste ding wat ik voor mezelf heb besteld. Maar zoals je al door had, heb ik 2 shirts besteld van Friday the 13th. Omdat ik er gewoon fan van ben. En ik zag deze. Ik ging afrekenen en dan stellen ze altijd dingen voor van dit past bij wat je gaat kopen. En het heeft gewerkt. Namelijk, ze stelden deze ketting voor. Dit is namelijk een Friday the 13th ketting met een masker. En ja... Zou je het een mes noemen? Ik denk wel een mes, een hakmes. Kan het hoofd open? Dat had ik niet eens gezien. Oh mijn god, ja. Oh mijn god, het maakt het zoveel beter. Masker kan open en er zit een illustratie in van Friday the 13th. Oh my goodness, dit is zo cool. Ik ga hier een close-up van maken voor jullie. Dat wist ik niet eens. Dat is super vet. En hij gaat dus dicht met een magneet. Ik zal even kijken hoe duur deze was. Deze was niet duur. Friday the 13th, Jason mask, halskerting, zevenkleurig. Zevenkleurig, zilverkleurig. Ik ben zo moe. Ook €8,99. Heel erg blij mee. En dan het laatste wat ik heb gekocht is een cadeautje. Namelijk voor Luc. Dus Luc, mocht je mijn video kijken, alsjeblieft klik weg. Want deze is voor jou. Maar dit is een shirt. Zal ik hem eruit halen? Het is een cadeautje. Ik denk dat ik hem er even in hou. Maar ik zal hier even een afbeelding invoegen. Heel erg tof. Officiële Johnny Cash merch. Er zit ook een kaartje aan en er staat ook Johnny Cash op. En hij is fan van Johnny Cash en hij heeft er een shirt van. En die is zeg maar... Die heeft veel meegemaakt. Dit is wel een ander shirt, want ik wilde hem niet precies dezelfde geven. Deze is anders, maar wel vergelijkbaar. Dat was dan alles wat in deze doos zat. Zoals ik al zei, deze video is totaal niet gesponsord. Alles is gekocht met mijn eigen centjes. Maar ik wil het gewoon heel erg graag delen. Want voor het geval ik niet door had in deze video. Ik was heel erg excited over de dingen die ik had besteld. Ik ben helemaal verliefd op. Ik ga geen aanbeelden filmen, jongens. Sorry. Maar zoals jullie laatst ook in de video konden zien. Ik film dit op donderdagavond. Ik ga dit vrijdagavond editen. En deze video komt online op zaterdagochtend. Dus... Letterlijk de avond ervoor zit ik deze video nog te editen. Het is echt chaos. Dan hoop ik heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Al is het omdat je het leuk vond dat ik enthousiast was. Of om hoe vaak ik me versprak in deze video. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar 1 druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte wat ik hier op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!